Onder grote belangstelling werd in Enschede de FF-tentoonstelling geopend. Deze geeft een indruk van leven en werken in Twente. Veel is er te zien op het gebied van landbouw en veeteelt. Onder andere rijdt er een Zuid-Afrikaanse ossenwagen over het terrein die ons even terugvoert naar de tijd van de voortrekkers. Maar de voornaamste plaats is ingeruimd voor de textielindustrie die Twente groot heeft gemaakt. Er is een lashoes opgebouwd, die oude boerenwoning waarin de thuiswevers op een eenvoudige weefstoel de zelfgesponnen garens tot stof verwerkten. Maar deze methode behoort al lang tot het verleden. In de textielindustrie werkt men thans met ultramoderne machines die het werk van mensenhanden vrijwel geheel hebben overgenomen. Elk etiket, hoe ingewikkeld het patroon ook mag zijn, kan met deze machine in zeer korte tijd geweven worden. Het wikkelen van garen op de inslagspoelen voor de weefgetouwen is dankzij deze ingewikkelde apparatuur zeer eenvoudig geworden. Ook de Nederlandse machine-industrie komt op deze interessante expositie uitstekend voor de dag. Onder andere met deze bandweefmachine.